Juf Piek deelt cadeaus uit, alleen doet ze dat niet helemaal eerlijk. In het ene cadeau zitten twee op afstand bestuurbare auto's en in de andere een lelijk popje. Gaan de jongens de cadeaus delen of niet? Justin en Max zijn als eerste aan de beurt. Ik heb eigenlijk wel een leuke verrassing voor jullie. Ja. Dus jullie houden dus wel van cadeautjes en verrassingen, neem ik aan. Ja. Dit cadeau is voor jou en dit cadeau is voor jou. Als ik zo even wegga, dan mogen jullie de deksel van de doos afhalen. En dan halen jullie het cadeau eruit en dan weten jullie wat de verrassing is. Gaan we 3, 2, 1, go! Nee, hoe cool is dit? Jij moet er ook een geven aan mij, hè? Nee. Jawel. Ik wou gewoon deze cadeaus hebben. Oh, jij is trots op je popje. Stom hoor. Maar we hebben twee rode. Als je twee rode hebt, geef dan gewoon een aan mij. Nee, kijk. Deze is voor mij en deze voor mijn broer. Please. Misschien. Denk je er nog even over na? Gewoon dan zeg je het dan als je het weet. 5, 4, 3, 2, 1, tijd voorbij. Oké, mag ik er een? Nee. De mannen, Jalen en Sasha, ja, ook jongens hebben staartjes, vinden hun cadeaus, zeg maar, opmerkelijk. Dan is het nu de beurt aan de dames. Sanne krijgt twee Barbie-poppen en Fayenne een lullig verfsetje. Ik heb best wat dingen. Ik heb Barbies. Je kan er ook mee ruilen als je wil. Ik wil er eigenlijk eentje van jou zo graag. Nee. Want niet. We zijn nog beste vriendinnen. Beste vriendinnen delen alles. Maar dan moet ik nog even nadenken. Oh, dat is het. Alsjeblieft. Nee. Ik wil er zo graag een. Maar ik moet nog even nadenken. Heel snel nadenken. Oké, mag jij alles van mij? Klopt je mensenkennis een beetje bij deze video? Klik dan duim omhoog. Wil je meer video's zien? Klik dan hier. En vergeet je hieronder niet te abonneren op ons kanaal.